Van Larry. Het staat op: hier is Larry Grote. Hij is schizofreen. Je kent het wel, met stemmen, hallucinaties en persoonlijkheden. Hij is eigenlijk helemaal in de war en ik hoop eigenlijk dat hij zijn medicijnen heeft genomen. Geef een applaus voor Larry. Larry. Mijn naam is dus Larry Groot en ik ben dus schizofreen. Ik ben opgenomen hier in Nijmegen vanwege een psychose en ik ben nu op weekendverlof. Ik was natuurlijk liever op vakantie naar Spanje met wat vrienden. Zit er niet in, ik ben erg ziek. Dat is natuurlijk erg jammer. Ik heb allemaal stemmen, denk in complotten en in wanen. Zo had ik bijvoorbeeld 2 weken geleden een stem zei, spring maar naakt, spring maar de sloot in. Een week geleden zei een stem nog, loop maar naakt over straat. Ik ben natuurlijk een goede schizofreen, dus ik luister naar mijn stem, heb dat keurig gedaan. Het levert soms wel een beetje een rare blik op bij de mensen. Maar dat hoort erbij als je schizofreen bent. Ze noemen mij ook wel een beetje de dorpsgek van Nijmegen. Hoort bij je identiteit, hoort bij je reputatie. Is onderdeel van je ziekte. Maar ondanks mijn ziekte heb ik dan toch master sociologie gehaald hier aan de Radboud Universiteit. Dat is de beste sociologieopleiding van het land. Hele moeilijke studie. En heel veel cliënten bij mij in de kliniek die denken van ja, hoe is je dat nou gelukt? Hè? Je hebt al de IQ-punten verloren, je hebt maar een IQ van 108. Al die psychoses gehad, en wat is je geheim? Misschien kunnen we er wat van leren. Nou, vertel ik eigenlijk al hetzelfde verhaal. Het was heel simpel. Kijk, ik had dan zo'n studieboek voor me. Zei ik tegen mijn stemmen van, hey jongens, je moet dit onthouden. 2 weken later had ik dan tentamen voor bijvoorbeeld radicalisering. En dan zei ik tegen mijn stemmen van, hey, wat is het antwoord op vraag 2? Dan fluisterde ze me zo alle goede antwoorden. En daar wist ik eigenlijk alles. En kon ik eigenlijk vrij makkelijk mijn tentamen halen. En was voor mij goed te doen om mijn studie te halen. Ik werd zelfs de beroemdste net afstudeerde socioloog genoemd op de diploma-uitreiking. Komt niet omdat ik slim ben of zo, komt allemaal door mijn stemmen. Die zijn briljant, die hebben dat gedaan. Maar helaas, ondanks dat mijn stemmen zo briljant zijn, kan ik niet werken. Ik ben arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, want ik kan niet meer dan 4 uur op een dag werken. Ik had natuurlijk graag maatschappijleraar geworden, maar zit er niet in. Ik kan gelukkig wel wat vrijwilligerswerk doen bij mijn sportclub. Maar ik heb natuurlijk niet zoveel geld. Ik heb maar 1000 euro waaijong. En daarmee moet ik alles betalen. Dus ik kan wel mijn boodschappen betalen en de huur. Maar een keer naar Coldplay of een lange vakantie naar Japan, dat zit er niet in. Dus ik ben voortdurend op zoek naar manieren om geld te besparen. En ik had het een keer met een vriend over. En die zei, Larry, weet jij wat doen? Je moet eens gaan kijken of je in aanmerking kan komen voor de groepskorting. Ik dacht, ja, dat is het. Hè. Dat zeggen ze altijd, schizofreen, meerdere persoonlijkheden en zo. Dan kom je in aanmerking voor de groepskorting. Dus ik ben eens gaan uitzoeken of dat rechts is. En dit gedeelte klopt wel. Dit is echt waar. Ik ben echt een keer naar de NS gegaan en heb gezegd, hé jongens, schizofreen, meerdere persoonlijkheden en zo, kom ik in aanmerking voor die groepsretour. Je kent het wel, dan kan je volledig met meerdere mensen reizen. En dus ik naar het loket en die vrouw nam me uit te serieus. Ze zei, nou meneer, goed dat u ermee komt. Toch al een specifieke vraag, maar geef hier een folder mee. Kan u contact opnemen met de klantenservice, die kunnen u daarbij verder helpen. Heb ik gedaan, ik heb heel veel heen en weer gemaild. En uiteindelijk kwam het erop neer, dit klopt ook echt, als ik kon aantonen dat ik ook van mijn persoonlijkheden een ideebewijs kon laten zien, mocht ik met de groepsretour. Dat heb ik gedaan, ik heb ze ook echt bij me. Ik ben hier bijvoorbeeld met de groepsretour gekomen vanuit Dukenburg naar Centraal, hierheen gelopen en heb wat bushokjes gesloopt, want het was Hooligan Larry die me overnam. Daar kan ik niks aan doen, is Hooligan Larry. En je zult wel denken, ja, als je Larry de schizofrene, de dorpsgek, daar klopt vast niks van. Nou, meestal is het ook zo, je hebt natuurlijk al de rare ideeën, niet van iets dorpsgek, dus meestal klopt het niet. Dit is een uitzondering, deze klopt het wel. Je kan me aanspreken naar de voorstelling, dan kan ik ze laten zien. En ik kan dus nu weer een keer naar YouTube, ik ben laatst naar YouTube geweest, daar heb ik in één keer weer geld voor. En maar ik moet nog een keer op vakantie naar Japan, dus maar even kijken hoe dat gaat regelen. Dus misschien dat ik iets bij restaurants kan regelen, dat ik daar wat groepskorting krijg. Hè, want ik eet voor 3. Ik ben wel van nadenken, maar... dus dat is nog even uitzoeken. Maar zoals ik al zei, kan ik mijn stemmen opdrachten geven. En ik heb mijn stemmen de opdracht gegeven om deze voorstelling uit hun hoofd te leren. Maar dat was voor mij vrij makkelijk om dit te doen. En kon ik gewoon goed aan mijn tekst houden. Alleen is voor mijn stemmen heel erg hard werk om dit te doen. Dat is heel moeilijk. Dus ik wil jullie vragen om iets voor mij te doen. Dat is om een klein applausje te geven voor mijn stemmen voor al het harde werken van vanavond. Ja, bedankt. Het geeft mijn stemmen ook weer extra betekenis. Hè, dat ze iets kunnen betekenen voor andere mensen. Dat vinden ze heel fijn. Alleen is er een probleem met mijn stemmen. Ik was gisteren in de fuik. En je weet, als je in de fuik gaat, gaat het altijd mis. Dus dat weet iedereen. Dus...
Ja, ik ben er met vrienden heen gegaan en mijn stem heeft veel te veel bier gedronken. Dus je raadt er wel, mijn stemmen zijn een stem kwijtgeraakt. Ze kunnen me niks meer influisteren. Dus ik wil het hiermee belaten en bedankt voor jullie aandacht. Mijn naam is Larry Groot, tot ziens.